De heer De Jong. Ja, voorzitter, hartelijk dank. Ja, voorzitter, we weten eigenlijk al dat het niet voldoende is. We krijgen allemaal signalen. Ik denk dat de hele Kamer wel signalen krijgt uit bijvoorbeeld de sectors zoals de horeca of evenementenbranche, dat het niet voldoende is. Maar toch zie ik een opening. En ik zou graag het volgende willen vragen. Dit kabinet is van plan om in januari de steunmaatregelen te gaan versoberen. Kan de heer Aartsen hier vandaag toezeggen dat hij het voorstel zou steunen om in ieder geval die versoberingen voor het eerste kwartaal van 2021 in te trekken? Dus om die niet door te laten gaan. Kan hij dat voorstel steunen? De heer Aartsen. Voorzitter, ik weet niet of ik het zo hard kan steunen. Maar ik denk dat de kans dat die versoberingen doorgaan, dat die heel erg klein zijn. De heer Ja, voorzitter, dan wil ik graag boter bij de vis. Ik wil vandaag een motie gaan indienen, zoals ik dat ook eerder heb gedaan, om die versoberingen gewoon van tafel te halen. En als de VVD hier vandaag zegt, nou, ik vraag me af of ze er nog wel komen, dan zou het helpen als de oppositie hier steun zou kunnen verlenen, want hij zit in het kabinet, of in ieder geval zijn partij is vertegenwoordigd in het kabinet, om het niet alleen te denken, maar ook om het te realiseren. Kan de heer Aartsen de motie, de simpele motie, om de versoberingen van tafel te halen, kan die ja of nee steunen? Want als het een ja is, dan zullen heel veel ondernemers daarbij geholpen zijn en heel veel werknemers ook. Als het een nee is, dan blijft er dus heel veel onzekerheid voor die ondernemer en die werknemer. Kan die steun verlenen aan die motie? Ja, voorzitter, laat ik dan het dilemma schetsen waarom ik daar niet zo 1, 2, 3 nu ja of nee op zou kunnen zeggen. Omdat ik eerst wil afwachten welke maatregelen er komen straks. En eigenlijk op basis daarvan in den brede wil vragen aan het kabinet, bezien nou eens welke maatregelen er worden genomen. Niet alleen maar de geplande maatregelen eventueel in januari, maar vooral ook de maatregelen die nu al lopen. Wat we nu hebben is een aanvulling op het pakket wat er is gepresenteerd. Maar we voelen allemaal ons water aan dat er mogelijk iets zou moeten veranderen. En ik zou het dus ook vooral even in den brede willen bekijken. Ja, voorzitter, tot slot. Er is geen tijd. Er is geen tijd te verliezen. Er staan honderdduizenden banen staan op het spel. Er zijn, ik weet niet hoeveel bedrijven die op het spel staan. Sterker nog, ik heb vandaag nog even contact gehad met de horeca. En die geven gewoon aan bij de faillissementen aanvragen. Of de vragen hoe moet ik een faillissement doorzetten. Of hoe kan ik hem voorkomen. Ik bedoel, het regent faillissementen aanvragen op dit moment binnen de horeca. Er is bijvoorbeeld binnen de horeca dus geen tijd meer te verliezen. Dus er is geen tijd om het in een breder context te plaatsen. En als er zometeen meer of minder nodig is, dan kan er altijd nog worden gekeken. Maar u kunt nu toch wel de toezegging geven aan al die hardwerkende Nederlanders dat u die versoberingen van tafel houdt. Er is toch geen legitieme reden om nog meer faillissementen en nog meer banen op het spel te houden dan nu het geval is. Als u echt wil, dan heeft u de sleutel in handen. En pakt die dan aan en zorgt ervoor dat al die honderdduizenden banen voor een groot deel beschermd zullen worden. En dat heel veel ondernemers niet in grotere onzekerheid zitten. Er is geen tijd te verliezen. Pak die sleutel op. De heer Aartsen. De heer De Jong en ik trekken oprecht aan hetzelfde touw. En we willen volgens mij dit voorkomen. Maar je wil volgens mij ook zeggen wat het dan wel kan. En ik denk dat het verstandig is om daar dan het kabinet mee op pad te sturen. Om aan te geven, weet nou eens, wat zijn nu de maatregelen die er zo meteen komen? Voor hoe lang duren die? Voor welke sectoren gaan die dan gelden? Want je moet natuurlijk, als je iets niet doorlaat gaan, moet je ook weten waar je op terugvalt. En dat moet niet vervolgens weer een beton gegoten zijn, want ik weet niet of die terugvaloptie die dan zou komen, of ze daarbij gebaat zijn. Misschien moeten we wel meer doen dan die terugvaloptie. Ik denk oprecht dat het kabinet na vanavond, als die maatregelen bekend zijn, als we weten hoe lang die duren, dat we dan oprecht moeten gaan kijken, is dat voldoende, voor welke sectoren gelden die, en moet er niet wat meer komen dan er in de planning stond, of dat we misschien zelfs nu als terugvaloptie hebben. Ja. We trekken echt aan hetzelfde touw. Tot slot, de heer De Jong. Pardon. Ja. Ja, voorzitter, mijn laatste vraag, want dit is namelijk een enorm belangrijk punt voor al die ondernemers. U kunt wel zeggen, ja, ik weet zeker dat het kabinet zometeen gaat kijken. Nou ja, er zijn brieven gestuurd waarvoor de hele tijd wordt aangegeven dat er wordt gekeken. Maar er is niet een brief gestuurd naar de Kamer die aangeeft dat er in januari die versoberingen van tafel zijn. Dat is niet gestuurd naar de Kamer. En ook na vandaag is de kans niet groot dat dat gebeurt. Het zal misschien kunnen, dan is de PVV heel erg blij. Maar ik wil hier gewoon vandaag kijken of we binnen de partijen die hier vertegenwoordigd zijn,
Want wij controleren het kabinet. Of we daar voor elkaar kunnen krijgen dat het wel gewoon van tafel gaat. Als u dat wil als VVD, dan kunt u dat steunen en dan gebeurt het vandaag gewoon. En als u dat niet doet, dan moeten we toch twijfelen aan uw intenties. Want die hardwerkende Nederlander en die ondernemer heeft er niets aan. Als u zegt ik wil het wel, moeten we er nog even over nadenken. Er moeten vandaag zaken worden gedaan voor die honderdduizenden banen en voor die ondernemers. Doet u dat niet, dan laten die ondernemer en die werknemer keihard in de steek. Voorzitter, ik was blij met de constructieve houding van de heer De Jong. En deze opmerking over de intenties vind ik niet correct. Volgens mij, iedereen hier van links tot rechts werkt enorm hard aan een bijdrage aan die ondernemers en die banen in de benen te houden. En u kunt zeggen, we willen dingen van tafel afhalen. Waar wij in ieder geval het initiatief toe willen nemen als VVD, al dan niet met een motie, is om te kijken wat kunnen we op tafel leggen. Je kunt er iets van tafel halen, maar volgens mij moet de discussie zijn wat leggen we op tafel. Voor moeten we weten wat de maatregelen zijn die straks komen. En op basis daarvan moet het kabinet wat mij betreft met de vakbonden, met de werkgeversorganisaties heel snel om tafel. En zeggen oké, wat leggen we op tafel, zodat we kunnen toetsen of het voldoende is. Maar nogmaals, we trekken aan hetzelfde touw. De heer Van Kent. Ja, voorzitter. Wat we op tafel leggen, wat we al meerdere keren op tafel hebben gelegd, is een steun van 90% van de loonkosten, zoals ook in het eerste steunpakket van toepassing was. In het begin van de tweede golf, in september, voerden we dat debat over het derde steunpakket. En toen zei u, we moeten toe naar een normalisatie. Bedrijven moeten zich aan gaan passen aan de nieuwe situatie, normaliseren en we gaan die steun afbouwen. En u heeft die steun afgebouwd, want de steun is van 90% naar 80% gegaan en gaat in januari naar 70%. Ja. Is de VVD nu tot het inzicht gekomen dat de afgelopen weken al de noodzaak hebben bewezen dat het steunpakket niet moet worden opgebouwd, maar moet worden afgebouwd? De heer Aartsen. Ja, voorzitter, de situatie. Ja, ik snap uw punt, de heer Van Kent. De situatie die wij toen hadden was natuurlijk een andere situatie. De normale situatie waar we zich aanpassen aan een normale situatie was een situatie waarbij je met relatieve beperkingen toch omzet kon draaien in heel veel gevallen. Waarbij je moest worden gekeken, kan ik wat terugbrengen in mijn kosten? Kan ik met beperkte steun toch mijn broek ophouden en gezond blijven? Laten we natuurlijk nu wel wezen. We hebben op dit moment geen normale situatie. De overheid dwingt een hele hoop bedrijven nu om verplicht dicht te zijn. En wie weet komen er daar nog wel meer bedrijven en sectoren bij. Dus we hebben geen normale situatie. En dan vind ik het ook logisch dat daar een ander steunpakket bij hoort dan dat we die hadden. En daarom is mijn oproep ook, kabinet, kom nou met een nieuwe weging van het steunpakket straks op basis van de maatregelen die mogelijk vanavond gaan komen. Of het voldoende is en of je niet meer of minder zou moeten doen. Voor mij weten we het antwoord dat het waarschijnlijk meer zal zijn. De heer Van Kent. Ja, voorzitter, maar deze discussie voerden wij ook eind september. En u zei toen, de VVD zei toen, we moeten gaan normaliseren. Bedrijven moeten maar failliet gaan of werknemers ontslaan. Moeten zich maar gaan normaliseren. Nee. Want we gaan die NOW afbouwen. En ik snap dat de VVD hier de economiewoordvoerder heeft gestuurd. Want hij heeft het eigenlijk vooral, voorzitter, de VVD heeft het hier vooral over de TVL, over de steunpakketten voor werkgevers. Maar het gaat er mij om dat wij die werknemers zekerheid en perspectief gaan bieden. Dat we eerlijk zijn tegen ze en zeggen, de overheid sluit bedrijven. Ik zie de heer Wiebes lachen. Maar het is niet grappig, voorzitter. Het is niet grappig. De overheid besluit hier dat bedrijven de deuren dicht moeten doen. En zegt tegelijkertijd, die loonsteun die we u bieden, gaan wij afbouwen. En dat, voorzitter, komt erop neer dat of bedrijven failliet gaan of dat ze mensen gaan ontslaan. Terwijl het de overheid is die de werkgevers de opdracht heeft gegeven om de deuren te sluiten. En de vraag aan de VVD is uw boodschap aan die ondernemers, ga maar normaliseren, ga uw mensen maar ontslaan, ga maar failliet. Of is de boodschap van de VVD, we hebben een fout gemaakt, we hadden het steunpakket niet moeten afbouwen. De afgelopen maanden hebben we dat gezien. En we trekken dus die afbouw in. Die trekken we terug. Ja, voorzitter, bij ons in Brabant zeggen we altijd, achteraf is mooi wonen. En dat geldt hier volgens mij ook voor. Nee, voorzitter, de normalisering waar u over sprak, waar ik toen over sprak, de enige maatregel die toen nog gold, was dat het laatste rondje niet door mocht gaan. Inmiddels zijn we natuurlijk een heel stuk verder en oprecht heel veel ondernemers zitten met angst en beven te kijken op dit moment. Was u echt blind? Met angst en beven zitten heel veel ondernemers vanavond te kijken naar de extra maatregelen die komen. En dan vind ik het een reële oproep vanuit
mij als VVD, maar volgens mij ook breder dan hier, om niet te gaan lopen pielen over hoe het was toen het laatste rondje werd afgeschaft, maar dat we gewoon een fatsoenlijke oproep doen. Kabinet, ga nou eens kijken met ondernemers, met werknemers, over wat er dadelijk mogelijk nodig is en of het wel echt voldoende is. Dat vind ik een fatsoenlijke en reële oproep, voorzitter. Ja, voorzitter, de VVD heeft toen het aantal besmettingen gigantisch aan het oplopen was, eind september, heeft de VVD hier gezegd, het afbouwen van die regelingen is een goed idee, want er moet genormaliseerd gaan worden. Nu zijn we een paar weken verder en nu zegt de VVD, ja, we moeten niet terugkijken, we moeten vooruitkijken. Maar in dat vooruitkijken is de VVD niet bereid om hier tegen die ondernemers te zeggen, we gaan die steunpakketten niet afbouwen. En daarmee, voorzitter, is de VVD echt de vijand van ondernemers en daarbij de vijand van werknemers in Nederland aan het worden. Want u kunt hier als onderdeel van deze regering, als onderdeel als regeringspartij, kunt u hier deze regering de opdracht geven om te stoppen met het afbouwen van die steunpakketten en te beginnen met het opbouwen van die steunpakketten. Want dat is wat de ondernemers nodig hebben, dat is wat de werknemers nodig hebben. En dat is ook wat de VVD hier zou moeten bepleiten in plaats van het verdedigen van het zwalkende, slappe kabinetsbeleid.